Hi! Ik heb vandaag een beetje een bijzonder recept. Ik ga namelijk laten zien hoe je een ontbijtje kunt maken met tvorok. En tvorok is een Russisch ingrediënt, het is namelijk Russische kwark. Ik heb dit ontbijtje zo vaak gegeten vroeger en het is echt geweldig. Smaak is trouwens best wel lastig te omschrijven, maar het is gewoon luchtig, het is gewoon lekker smaakvol. Eigenlijk eten we altijd dit ontbijtje als we in het oosten van Europa zijn, want het is gewoon zo lekker en daar kun je het gewoon in de supermarkt kopen. In Nederland kon het niet, maar tegenwoordig heb je van die Russische winkels en die verkopen het tvorok ook. Zo kwamen wij er eentje tegen in Arnhem. En toen dacht ik, nou, misschien is het wel leuk om een video van te maken. Misschien zou je het trouwens ook nog online kunnen bestellen, want dat kan tegenwoordig ook. Nou ja, laten we gaan beginnen. Voor dit recept heb je het volgende nodig. Zo'n 275 gram tvorok. En dit kun je in een Russische winkel kopen, maar waarschijnlijk ook online. Daarnaast nog 3 eetlepels crème fraîche. En 1,5 eetlepel suiker. Als eerst maak ik de verpakking open van de tvorok. En deze prak ik vervolgens fijn in een kom. In feite maak je hem eigenlijk een soort van los. Daarna meng ik de crème fraîche doorheen en dit doe ik ook al prakkend. Totdat je een mooi geheel krijgt. En daarna kan de suiker erbij. En ook dit meng je er goed doorheen. Zo simpel is het recept eigenlijk en dan heb je al een heerlijk ontbijt.